Hier aan de Visstraat stond het eerste ziekenhuis van Dordrecht. Waarschijnlijk gebouwd ergens rond 1200. Wat er nog van over is, is nu de Waalse kerk. Dat was toen de kapel van het ziekenhuis. En dat ziekenhuis werd eigenlijk meer verpleegd dan genezen. Want er waren nog heel weinig geneesmiddelen. Het enige was kruiden. De wandeling gaat door de hele Dordtse binnenstad en stopt bij ruim 15 plaatsen. Bijvoorbeeld bij het Dolhuis. Nu een poppodium, maar het begon eind 1500 als klooster waar pestlijders werden behandeld. En toen is dit na een poosje omgebouwd, letterlijk, tot Dolhuis. En we kwamen hokken waar die mensen in opgesloten werden. De krankzinnigen dus. En nog later werd het een tucht- en werkhuis en kwamen er nog allerlei asociale figuren en dieven en dergelijke. Epidemieën beheersen de geneeskunde. Rond 1830 wordt het Leproushuis aan de Vriezenstraat daarom verbouwd. Ja, het Leproushuis was dus oorspronkelijk bestemd voor leprozen en later nog onder andere voor pestlijders en dergelijke. Maar het is dus op een bepaald moment ingericht voor het bestrijden van een epidemie van de cholera. Cholera zou in Dordrecht uiteindelijk voor honderden slachtoffers zorgen. Kenmerkend is de versnippering van de medische instellingen, zoals dit katholieke ziekenhuis in de Grote Kerksbuurt. Gebouwd dankzij een gift van 150.000 gulden. Dat was een mevrouw Bessieu. En die heeft dus een zoon verloren. En aan de hand daarvan heeft ze dus eigenlijk besloten om geld te geven voor die stichting. De laatste jaren centraliseert de zorg zich juist weer. Met het splinternieuwe Albert Schweitzer ziekenhuis als laatste schakel. Wat wij in de afgelopen jaren, zeker vanaf de jaren 60, 70 hebben gezien, is dat ziekenhuizen uit de steden vertrokken naar de randen van de steden. Zoals het oude Merwede ziekenhuis wat destijds in een weiland is gebouwd. En het Revaaier ziekenhuis wat ook eigenlijk ver buiten de stad is gebouwd. Dat was vanwege logistieke problemen, maar ook omdat ze meer ruimte nodig hadden. Niet alleen voor de zorg, maar ook voor het parkeren bijvoorbeeld. De wandelingen van zaterdag zijn vol. Op 11 juni zijn nieuwe ingelast. Opgeven daarvoor kan via www.asz.nl.